Ja, hallo allemaal. Hallo. Ja, het is dus zo dat ik... dat het zondag is vandaag. En het is heel mooi weer. En ik ben net even bij de Spar geweest. Ja, bij de Spar. Even de deur dicht. En bij de Spar en de klok stil. Daar word ik ook gek van. En ik ben bij de Spar geweest. En dan hebben we heel lekker koffie gedronken. Want die hebben echt de allerlekkerste cappuccino van Assen, vind ik. Maar ja, maar wat je smaak is natuurlijk. Maar ik vind hem echt heel erg lekker. En ik ga altijd naar de Spar voor even gezellig. Ook voor gezellig. Dat het ook een beetje gezellig is in je leven, weet je. Want je moet het zelf natuurlijk wel gezellig maken. En ik heb net nog gezegd van... ja, je moet niet alles voor zoete koek aannemen. Nou, ik heb hier... kijk, broodjes. Die hebben we ook van de Spar. En die zijn wat lekker. En die worden heel... Moet je zien hoe mooi en hoe ontzettend met aandacht dat is gemaakt. En wat zeg je? Een rijk belegd. Rijk belegd broodje. Wat is het? Hoe heet dit broodje? Een broodje gezond met kip. Broodje gezond met kip. Ja. Nou, het is stralend mooi weer. Je wil niet weten. Nou, misschien wil je het ook wel weten. Het is heel erg mooi weer. En ja. Nou ja, het is vandaag gewoon dus een leuke dag. Lekker gezellig even bij de Spar even die broodjes gehaald. Kopje koffie gedronken. Frikandelbroodje gegeten. Ja, moet je ook soms doen hoor. Even bij de Spar een frikandelbroodje gaan eten. Dat is lekker. Neem er zo'n cappuccino bij. Vinden ze daar ook leuk dat je dat doet. Nou, en verder, ja. Verder, gaan we nog een eindje rijden of zo? Nee, van de auto weer niet. Nee, ga niet een eindje rijden. Dan vind ik het dan helemaal niet leuk. Hè? Als het dan mooi weer is, dan krijg ik altijd zo dat ik eruit wil. Dat ik denk, ja, je moet van het mooie weer genieten. Want het is nou mooi weer. Maar ja, want we krijgen volgende week een storm. Oh ja, daar wou ik het nog met jullie over hebben. Storm. Ja, ik weet niet of jullie het allemaal gehoord hebben. Er komt een storm des doods. Het wordt verschrikkelijk. Heel Nederland wordt weggevaagd. Ja, die kant... Ja, het was toch te verwachten natuurlijk dat dat ooit zou gaan gebeuren. Trouwens, Pascal, de koffie is klaar, hè? Ja. Ja, ik schenk het zo wel in, maar je hoeft niet alles te doen. Hij doet helemaal geen sodemieter, hoor je nooit. Nou, dus er komt een storm. Een hele erge storm. Waar ben ik? Oh, hier. Dit ben ik goed in beeld. Een hele erge storm schijnt er te komen. Van maandag op dinsdagnacht. Alles waait weg. Dakpannen, weet ik veel, huizen. Het wordt een heel groot drama. Storm, wat was het ook alweer? 20. Ja. Storm met windvlagen tot 200 km per uur. Dat schijnt, geloof ik, windkracht 20 dan te zijn. Maar dat kan ook wel wat hoger in de lucht zijn. Maar goed, dat geeft natuurlijk beneden ook wel enige... wind. Het is niet zo dat je als op 9 kilometer hoogte hier windvlagen zijn van 200 kilometer per uur, dat je daar hier op aarde niets van merkt, begrijp je? Dus het wordt echt een zware storm is er voorspeld. En dus voordat we allemaal ten onder gaan, nou ja, hier in Drenthe zitten we goed natuurlijk, maar ja, Den Haag, Rotterdam is natuurlijk, kun je als verloren beschouwen, Utrecht, allemaal weg straks, allemaal water. Dus die mensen die moeten natuurlijk echt allemaal, ja, heel erg, die hebben gewoon, ja, jammer, je kunt nu nog vluchten. Je kan nog naar Drenthe komen. Want bij ons, wij leven wat hoger. Hier is het allemaal hoger. Heuvels, hondsrug, hoe heet dat ook alweer? Nou ja, dat. En daar, ja, dat is echt zo. En dan blijf je hier, nou, hou je droge voeten, zeg maar. Bovendien woon ik 1 hoog. Dus ik heb sowieso, als zouden ze hieronder allemaal verdrinken, dan leef ik nog natuurlijk. Omdat ik op 1 hoog zit. Maar ik zou dus van maandag op dinsdagnacht, nou niet dat je zegt van nou gezellig, dan gaan we strandwandeling maken of zo. Want dan heb je kans dat je gewoon wegspoelt. Ja, moet je willen. Lijkt mij niks. Dus ik heb je gewaarschuwd. Als het nou dinsdagmorgen dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waar is Nederland gebleven? Dan kun je zeggen, oh, maar John had het al gezegd. John had al gezegd, er komt een hele zware storm. Want ja, dan ben ik daar dan toch wel weer de waarschuwende factor in geweest. Niet dan? Ja, toch. We gaan nu koffie drinken. Koffie is klaar. Lekker broodje erbij van de Spar. Broodje gezond met kip. Ik denk gerookte kip. Nou ja, maar in ieder geval kip. En nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag, zondag. En ja, doe wat leuks met je leven.